Hallo Steenbok, dit is Char van Charlie's Angel Tarot on YouTube en Miwi en Willy Advies op Facebook. Ik heb jullie legging van de 6e tot de 12e van mei. Ik hoop dat jullie de andere video's leuk vinden. Ik denk door jullie reactie, ja, dankjewel om zo goed te liken en lid te worden. Dat moedigt mij zeker aan om het in Nederlands te doen. En hier gaan we dan. In het begin van de week hebben we de lilie. En de lilie betekent zakelijk geluk en advies van een oudere man of een volwassen man. Zoals een vaderfiguur, je partner, misschien een man die gelezen is. Zoals een boekhouder, een advocaat. En je bent beschermd, want de kerkraam is daarachter. Zo, de universum is bij je. In het midden van de week heb je de bron. De bron is ook in Engels de wensbron. Maar de bron is ook diep. Zo, je hebt meer informatie nodig voordat je in het diepe springt. Als je je eigen zaak gaat beginnen of een nieuwe baan, dan heb je meer informatie nodig over het bedrijf of over je eigen bedrijf. Aan het eind van de week heb je de brug. De brug betekent een overbrugging, een compromis. De ene kant naar de andere kant brengen. Misschien heb je 's ochtends een part-time job en ben je voor jezelf bezig in de middag of voor een ander bedrijf. En die zegt, oh, kan je ook 's avonds werken en 's ochtends? Nee, je gaat een compromis sluiten of vragen. En daarom heb je meer informatie nodig om je zaak goed te laten verlopen. En dan zeg je, nee, ik kan wel die en die dag, maar ik kan niet die en die dag. Zo, je sluit een compromis. En onder op de dek hebben we de maan. En de maan betekent intuïtie, spiritualiteit. Luister naar je gevoel. Er zijn dingen die je niet weet. Zo, je hebt meer informatie nodig om het tot een succes te brengen. Volg de licht op je pad, want de maan is ook een schijnwerper, net zoals de zon. En die geeft je licht op je pad, zodat je de weg voorwaarts kan zien. Maar de donkere kant van de maan laat ons zien dat je niet alles weet. Daarom heb je meer informatie nodig om dat mooie compromis te sluiten. Voor de katalytische kaart of een themakaart heb ik de Hierofant. De Hierofant is een man van traditie. Hij is een gelezen man, hij is een geleerde man, hij is ook een leraar, maar ook een adviseur. Misschien, dit komt heel goed samen met de lilie, want de lilie betekent ook een adviseur of een vaderfiguur of een man van traditie die gelezen is. Zo, misschien zoek jij advies of geef jij advies aan iemand die zelf een zaak gaat beginnen. Maar deze twee jongens, die zijn in de leer. Hier zie je de duif en hier zie je de slang. De slang zwabbelt over of kruipt over de aarde. Zo, dan kan je denken aan materialistische dingen die duurzaam zijn, investeren en voor langere termijn. Dat is het aardse element en hier zie je de duif en dat is de lucht. En dat zijn de luchttekens en die staan voor communicatie, wijsheid en gerechtigheid. En dat is ook een instituut, net zoals de kerk. En waar deze man, de hierofant, is een kardinaal geloof ik in de kerk. Zo, het is een instituut en traditie. Zo, dat is ook gerechtigheid, dat is ook een institutie. Hier zie je de sleutels van het onbewust en bewust. Zo, luister je naar je onbewuste en breng het in het bewuste. Of misschien wil je die ook nader toe brengen om duidelijkheid te krijgen. En dat zijn de twee kaarten, meer informatie en intuïtie, duidelijkheid krijgen. Zo. Dat is je geluk in zaken. Wees wijs en volg het advies. En als je voor een baan bent gegaan en je vraag is, krijg ik dat die baan of wordt mijn zaak een succes? Dan ja. Alleen maar als je meer informatie hebt en als je compromis kan sluiten. Oké? Zo, luister naar je innerlijke zelf.
Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden, Steenbok. En dank je wel om me te steunen op het kanaal en lid te worden. Het was absoluut tof om te zien na de video van mij dat ik zoveel leuke reacties gehad heb. En zelfs vandaag maandag, de 29e van april, dat ik live ben gegaan, dat er weer nieuwe mensen in de theekamer gekomen zijn. Hartstikke leuk. Tof, tof, tof. Dankjewel voor jullie steun. En maak het ons nog een leukere theekamer door mee te doen in de gesprekken. Als je in de theekamer komt, dan krijg je een kaartje natuurlijk en soms meer. Maar ik leg elke dag een kaartje voor elke sterrenbeeld. Als je nieuw bent, welkom. En je kan lid worden gratis hier beneden. En klik op de bel als je genotificeerd wordt, zodat je weet wanneer ik live ga of als er iets nieuws gepost wordt. En even delen, delen, delen en liken alsjeblieft. En ik zegen je en wees gezegend. En tot de volgende keer. Ciao, ciao. Thank you.